Vice-president Ronnie Brunswijk heeft vandaag twee buitenboordmotoren gedoneerd aan districtscommissaris Ndipe Dingen van het bestuurresort Boven Suriname in Sipaliwini. De overhandiging is gedaan door ABO-parlementariërs Edgar Sampi en Ramon Koudemoussou. Districtscommissaris Dingen is ingenomen met deze zester van de vicepresident. Transport is een van de belangrijke aspecten in het leven. Het bestuursresort telt volgens dingen 58 dorpen met in totaal 20.000 inwoners. De buitenboordmotoren komen goed van pas gezien deze dorpen alleen via het water te bereiken zijn. Behalve voor het bezoeken van de dorpen zullen deze buitenboordmotoren ook anders worden ingezet. Het zal gebruikt worden voor het transporteren van spullen vanuit Achoni naar de dorpen. Ook van mijn personeelsleden. Als we onze andere resultaten willen bezoeken, dan hebben we wel vervoer daarvoor. Want Zonder vervoer dan bereik je helemaal niets. Dus vervoer en communicatie en voeding zijn de beste middelen in het leven. Ja, het gaat over de Suriname-rivier naar de dorpen. En als iemand in een uh, situatie is en wij willen he wij die heeft gevraagd om te helpen, dan zijn we bereid om iedereen te helpen. Assemblée-lid Sampi is ervan overtuigd dat deze buitenboordmotoren een belangrijke bijdrage zullen leveren aan het werk van het commissariaat. Samen met zijn collega Kudemuzu benadrukte hij het belang van het waterverkeer in het boven Suriname gebied. De overhandiging van de buitenbordmotoren van plaats op het commissariaat de Attorney. Uh, u ziet het, zijn uh, brandnieuw. Ik wens u heel veel succes. Uh, uw team en u uh, heel veel succes ermee. Uh, gebruik ze nuttig. en Ik ben zeker ervan, ervan overtuigd dat deze twee motoren zeker een bijdrage zullen leveren. En, uh, uh, ja, uw werk is een geheel. U weet dat het verkeer hier is via water. Hier, hier gebruiken we geen auto. Dus uh, veel, veel succes ermee. Voorzichtig ermee. Want uh, uh, zoals u weet zijn kostbare dingen. En uh, namens de vice-president van de Republiek Suriname mogen wij deze twee motoren aan u overhandigen. Gefeliciteerd. Ja,